Dag Aldo. Dag mevrouw Aldo, ik moest zo aan je denken. Ja? Ja, op televisie was een heel stuk over Kabul. De Taliban. Verschrikkelijk, nog veel erger dan we dachten. Ze slopen de bioscopen, gooien de films op straat en steken ze in brand. Helemaal oppassen alstublieft op! Dat is heus waar, mevrouw. U moet elkaar niet zo de paniek injagen, het is gewoon hysterisch. En wat ze met de vrouwen hebben gedaan, die zitten er allemaal thuis. Zelfs die in ziekenhuizen werken en ze hebben geen inkomsten meer. U bent zelf een werkende vrouw, wat zegt u er dan van? Ja, hoor eens even, Afghanistan is een extreem geval. Die fundamentalistische excessen, dat is hier maar op hele kleine schaal aan de hand. Ik heb me nou behoorlijk de materie ingewerkt. En we zijn immigrantenland. We zitten in een multiculturele situatie, is niks aan te doen. En er zijn heus allerlei hoopgevende aspecten. Ik heb pas nog met een paar moslimvrouwen gesproken. Ja, let wel, Nederlandse vrouwen met een redelijk IQ die zich tot de islam hebben bekeerd. Valt reuze mee. Reuze mee. Kijk, ze baseren hun leven op de Koran, maar ze werken, ze gaan hun gang. Verder zijn ze heus niet intoleranter dan een heleboel die zich nog aan de Bijbel vastklampen. En de homoseksualiteit, hoe praten ze daarover? Nou, ze zijn er niet gek mee, maar... De meningen lopen uiteen, net als bij ons trouwens. Dus als ik het goed begrijp, wordt dat geen item in het nieuwe beleid? Nee, hoe heb je dat in je hoofd gehaald? Belachelijk. Ik moet trouwens van Ad Melkert mijn kritiek op D66 inslikken. Paars 2 ligt zo onder vuur. Nog meer gekissen is, wordt een ramp voor de coalitie. En nu ga ik naar boven. Oh, en houden jullie die taboe-verhalen voor je waar Gabriel bij is? Mijn kind is al labiel genoeg, nog neurotischer hoeft niet. Ze praat maar wat. Is het dan niet gehoord wat ze allemaal riepen? Die Marokkanen, toen ze afgelopen zondag het Amerikaanse consulaat aanvielen, zogenaamd vanwege de aanval op Irak. Nee hoor Aldo, ze denkt dat ze het allemaal weet. Maar neem nou de vrouwenbesnijdenis, dat ze dat hier toestaan, daar hoor ik niet over. En dat het allemaal begon is met de gastarbeiders onder de Nijl, ook niet. Die is natuurlijk heilig voor me. Laten we er in godsnaam over ophouden. De zenuwen gieren me nu alweer door het lijf. Ben je toch weer gestrest? Ik dacht het al toen je aan de telefoon was. Je deed een beetje vreemd. Mevrouw van Borselen, ik vind het ellendig, is maar... Niet. Je kan alles tegen mij zeggen. Ik sta nergens van te kijken. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Het komt eigenlijk door Roy. Roy? Ja. Jezus. Wat? Ik zit er zo mee. Waarmee? Ik heb me wezenloos getopt of ik je moest waarschuwen of niet. Slapeloze nachten. Waarschuwen? Hoezo?